Ons derde winterstop de Vries. Wie koopt ons kader? Die is aan de opmars bezig aan de buitenzijde. En die blijft het viertal, schrijft zich dan af van Winnie van Luta de rest. Deelnemers in de laatste rechte lijn. En als we in de laatste rechte lijn zijn, hebben we dan al 300 uitgeschakeld. En het is Wellington die nog altijd leidt. En ik nu twee lengten voorsprong. Wellington op de tweede plaats is dan binnenzijde. Winston de Vries aan de buitenzijde. Die van Toscana met zeven welslaars. Ze komt Winston zie aan de buitenzijde naar voren. Maar Wellington blijft nog altijd. En Wellington gaat eerst nog. Het is een zeer grappig midden. Met Larek senior. Op de tweede plaats achter de Nico Toscana. Dan volgt naar binnenzijde. Winston de Vries buitenzijde. Is het wel een prestatie. En die wordt dan gevolgd door Fanny Henka. Senior. De verwachtingen waren hoger gespannen, maar dat was eigenlijk altijd bij deze Wellington. Hij had natuurlijk volledig waar. Wat is in orde? Nu was toch niet mensen die nog altijd wat herinneren aan de groepen van geleden, maar is het verhaal over deze Wellington wel? We hebben niet zo'n bij gespannen, wat was het verhaal? Dat is een aardige opmerking, maar ik heb het niet gelijk.